Voilà, dag iedereen. Hier zijn we opnieuw, net uit de douche. Op dag 31, al dag 31 tot ik platen toon uit mijn collectie. Vandaag ga ik voor een plaat die ook weer persoonlijk voor mij gelinkt is aan een bepaald moment en aan een bepaalde ervaring. Ik wil jullie de plaat Uma Down van Mike Oldfield tonen. Het is het derde album van Mike Oldfield uit 1975. Nu, Mike Oldfield is een Engelse multi-instrumentalist en componist. En heel vaak zijn albums, of toch al sinds zijn eerste drie albums, neemt hij bijna alle instrumenten op zich. Zijn muziek is, ja, hoe beschrijf je dat? Er zit veel folk in. Folk-invloeden, klassieke muziek-invloeden en progressive rock. En dan ook zo wat wereldmuziek, meer op dit album dan op de andere. Hier heb je bijvoorbeeld heel veel Afrikaanse percussie ook, dus ook zo meer folkmuziek of wereldmuziek wat aanwezig is. Nu, in alle eerlijkheid vind ik dit zijn beste album. Tubular Bells, zijn eerste album ook. Dit zijn zijn eerste drie albums, wat ik zijn beste albums vind en wat alom, eigenlijk in het algemeen wordt dat als zijn drie beste albums bevonden. Nu, Tubular Bells is eigenlijk een heel, heel goed album, waar hij 21 instrumenten op zich neemt. Het begint met een pianodeuntje en daarna bouwt het op en dan worden telkens instrumenten toegevoegd door hem gespeeld. Dat is eigenlijk de bedoeling van het album. En het eindigt met de Tubular Bells, met de klokkenspiel, met de grote de grote bellen, de Tubular Bells, daar eindigt het album daarmee, vandaar de titel. Nu, dat album is een heel grote hit geworden, een heel groot album geworden, omdat het beginmelodieke, of waar het album op rond opbouwt eigenlijk, gebruikt werd in de film The Exorcist. Nu, voor wie nimmer herinnert hoe dat ging, dat deuntje van The Exorcist, dus is eigenlijk de main theme van The Exorcist, dat is eigenlijk heel bekend geworden bij deze. Zijn we terug. Nu, het maffe is, als je de plaat hoort, heeft helemaal niks met de Exorcist te maken. Die plaat is geen horrormuziek, dus het is geen muziek voor een horrorfilm. En de Exorcist is een van de grootste horrorfilms aller tijden, zal ik toch zeggen. Vooral sinds een heel belangrijke film geweest in dat genre. Zo. Maar de muziek is heel anders. Dat begint inderdaad met dat eerie deuntje. Maar daarna worden er instrumenten aan toegevoegd. Dan wordt het meer folky en melodisch. En dan, het is iets heel anders, dus het is niet dat dit de soundtrack is die gemaakt is voor de film The Exorcist. The Exorcist heeft gewoon een stukje van die muziek gebruikt als horrorteam voor een film wat toevallig uitkwam. Maar al sinds, we gaan daar niet verder op ingaan. Tubular Bells vind ik een prachtig album. Ik heb ook een live optreden gezien samen met een van mijn beste vrienden. Maar een live optreden geweest waar twee of drie mensen heel Tubular Bells spelen. Dus de hele tijd switchen naar alle instrumenten om het hele album, de hele compositie van Tubular Bells te doen. Dat is een prachtig optreden. Maar sinds dit is niet het album wat ik wil bespreken. Het album wat ik wil bespreken is Uma Down. Nu, op dit album, dit is heel folky, heel wereldmuziekgericht. Heel atmosferisch album. Eigenlijk bestaat het uit twee delen maar. Dus Uma Down part 1 en part 2, dus op de A-kant en de B-kant. Maar die dingen zijn nog eens opgesplitst in kleinere segmenten. Mike Oldfield zelf speelt op dit album harp, elektrische gitaar, akoestische gitaar, klassieke gitaar, bas, akoestische bas, 12-string gitaar, mandoline, banjo, bazooki, spinet, ik weet niet wat een spinet is, sorry, piano, dan allerlei soorten orgels, synthesizer, percussie en dan weer de klokkenspiel. Dan doet David Strange ook nog de cello. En dan Don Blakenson doet de trompet. Dan is er een groep Afrikaanse percussionisten.
En dan is er een koor, de Hereford City Band, of de Hereford City Band, als koor toevoeging op de achtergrond. Het is een heel, heel, heel mooi album. Ik ben niet zo per se een folkmuziekliefhebber, maar hier wel. Maar dit heeft ook allemaal te maken met het feit, ik was ook naar IJsland. Ik ging met twee vriendinnen in IJsland rondtrekken. Heel mooi land, heel atmosferisch land, echt, ja, Scandinavië is echt prachtig. Nu, het klikte niet zo goed tussen ons drie op die reis, dus er waren veel spanningen in de groep. En nu in IJsland, het werd daar bijna niet donker s'nachts. Dus het licht ging, het was maar heel even donker, midden in de nacht of zo, maar voor de rest was er eigenlijk altijd licht. Dus s'avonds, om zo aan de spanningen te ontsnappen, omdat dat eigenlijk niet zo goed ging, trok ik vaak op mijn eentje de bergen of het landschap van IJsland in, helemaal alleen. Ik dacht, wow, ik moet hier even tussenuit op die camping. En die campings waren dan echt natuurlijk gelegen daar in het midden van prachtige landschappen, ofwel heel vlakke landschappen, ofwel bergen. Heel mooi. En dan ging ik op mijn eentje op pad. En ik had mijn mp3-speler in op die momenten. En daar stond dit album op van Mike Oldfield, Uma Down. En dat was prachtig. Die muziek klikte precies echt helemaal met het moment waar ik in zat. Dat volkerige, dat gaf echt het gevoel, ja, dat, ja, in de bergen zitten en dan die volkerige muziek. Zelfs Doedelzak, hier wordt ook Doedelzak opgespeeld op een gegeven moment. Nu, ik ben echt geen fan van Doedelzak, maar op dat moment was dat zo sfeervol. Ik liep daar. Er waren weides met schapen en groene heuvels met ijsbergen op de achtergrond. Met geletjes op de achtergrond. En ik liep daar, dat was heel desolaat. Ik liep daar helemaal in mijn eentje met dit album op. En vanaf toen, ja, natuurlijk link ik die muziek aan dat moment. Dat was een heel mooi moment. Het album begint ook vrij desolaat. Hangt zo, dat Scandinavisch melancholisch kantje hangt er zo aan het album, maar dat begint, komt op en op een gegeven moment kom je ook in meer die Engelse volkdingen, dan kom je in die wereldmuziek dingen, die invloeden van wereldmuziek, die percussie, dan die elektrische gitaar, die melodiek is echt heel mooi. Het In Dulci Jubilo is een heel bekend nummer van op dit plaat, of een heel bekend segment van op dit plaat, wat echt wel echt zo'n, ja, een volk deuntje is, met elektrische gitaar ook gespeeld en een melodieke wat heel veel blijft hangen. Maar het is prachtig, prachtig. En altijd als ik dit album nu terug opzet, kom ik terug in IJsland in mijn gedachten. Nu, dit album heeft echt niks met IJsland te maken. De Engelse kant is heel aanwezig. Het is duidelijk, hij is duidelijk een Brit. En dit is zo die Engelse volkmuziek, volkmuziek die heel aanwezig is. Ja, het was gewoon het landschap en de sfeer en heel de muziek. Dus daarmee heb ik aan dit album heel, heel goede herinneringen. Dus zoals ik zei, dit vind ik zijn beste album. Het is zijn eerste album. Dit album is van 1975. En dan Hergerst Rich, als ik het juist spreek, is normaal zijn tweede album. Dit is zijn derde album. Dus deze drie albums van Mike Oldfield. Ik denk, vaak vind je die ook samen in een vinylbox, omdat die samen gebundeld wordt. Mike Oldfield is even een pop-icoon geworden na dit album. Hij heeft heel veel moeite gehad met dat te kunnen plaatsen, al die roem en al die verwachtingen en studios en alle druk erbij kijken. Dus hij heeft zich na die albums echt teruggetrokken om even schapen te gaan herden in Engeland, in het midden van nergens, om even weg te zijn van alle stress en alle drukte en alles wat bij de muziekindustrie komt kijken. Er zijn namelijk heel veel albums gemaakt. Sommige albums beter en sommige minder. Maar dit is zeker het begin van zijn oeuvre en zijn beste albums. Dus zeker het checken waard. Mike Oldfield, Uma Down. Zo.